iedereen is genoeg, hè? Dat is het belangrijkste, hè? We zijn naar Puinhopen te bekijken van wat eens onze mooie werkplaats was. Hier hebben we heel wat uren doorgebracht. Allemaal mooie dingen gebouwd. Hier zie je nog wat restanten van dingen die we hebben gemaakt. Veel mensen zullen die auto wel kennen, denk ik. Dat is de Rolgolf. Die kon over kop rollen. Er zijn nog veel filmpjes van op YouTube te zien. Daarnaast stond de wipkar. Ja, maar dat is niet het enige wat er opgebrand is. Al het gereedschap en alles is ook weg. Je ziet bijvoorbeeld de loader staan. Ja, het is zo verschrikkelijk heet geweest. Je kunt het wel zien aan die achterkant. Die is gewoon van de hitte is die gewoon naar beneden gezakt. Ze zijn helemaal krom. Er staat nog een treinwagen. Dat is van een jongen die heeft hier ook een werkplaats. En die heeft het ding had hij helemaal opgemaakt om mee te crossen. Dan die grote banden erop. En je kunt zien, er zat een rolkooi in en alles. Ja, dus die heeft ook zijn hobby in vlammen op zien gaan, om het zo maar te zeggen. Nou, als we hier kijken. Hier stond nog een oude Capri binnen. Ford Capri. Dat is een oldtimer. Nou, dat is ook niet veel meer, zeg maar. Wat je hier nog ziet liggen, die onderdelen. Die laadbak en die cabine. Dat was een opkapproject van een jongen die loopt daar ginder ook. Daar was hij mee bezig. Het was een Dodge pick-up. Dus het chassis dat ligt daar boven. Dat was helemaal gezandstraald en opnieuw gecoat. Motorblok dat lag daar. Nou, dat is... Ja, nee, we zijn hier vandaag in ieder geval even om de schade op te nemen. Om te kijken dat er nog iets te redden is, maar dat is, dat is niet veel meer. En hoe het precies gebeurd is, blijkbaar iets met lassen en iets in brand gegaan. En heel snel heeft het vuur om zich heen gegrepen en ze hebben niet meer tijdig kunnen blussen. Ja. Uit de puinhoop. Het vuur was al uit. Dit was in betere jaren.
over mogen kopen omdat ik er zelf als klein manneke nog mee gereden heb ooit. Van een oom, die is mijn bedrijf mee gestart. Oh, dat is ook echt de foto, ja. Oh, ja, dit is dus ook weer op de achtergrond de schuur. Ja. Ook weer toevallig met de schuur op de achtergrond. Dit is wat er nu van over is. Ja. Met je zoontje op het spaatbord. Ja, het kinderstoeltje zit er nog op. Het zit wel degelijk, dus een klein dag van hier.